Ja, Tim, hartstikke leuk dat we weer even met je mogen praten. Welkom, Keer spraken we in Zandvoort. Hoe heb je het weekend beleefd? Ja, 4 dagen lang feest, hè? Ongelooflijk wat daar gebeurde. Ik bedoel, als je ziet hoeveel mensen met een glimlach daar liepen, dan geen eens onder. Dus in dat traject, heel mooi om te zien dat onze speeltuin zo voorbeeldig zoveel meegaf aan mensen. En eigenlijk komt dat natuurlijk allemaal door Max. Nou, ik zag trouwens wel dat je step gestolen was. Ja, shit. Kun je daar nog even over vertellen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Hij is weg. Als ik wist waar hij was, dan had ik hem terug natuurlijk. Maar iemand heeft bij de Founders Lounge boven mijn step gejat. Heel simpel. Ja, gewoon op het circuit? Op het circuit. Dus ik heb pijn aan mijn poten. Zaterdag was dat, ja. Klopt, ja. Nou, hopelijk heeft een van onze kijkers hem misschien nog ergens gesignaleerd. Dan laten we het weten. Mogen ze hem terugbrengen bij de karbaan. Ja. Even door naar Monza, want we hebben inmiddels alweer een extra race gehad. Daar werd het Nederlands feestje eigenlijk ook weer gewoon doorgetrokken eigenlijk, met de resultaten op de baan. Ja, mooi om te zien. Aan de andere kant zeg ik van, ja, ik had eigenlijk wel een beetje gehoopt op Ferrari, hè. Ik bedoel, wij hebben ons ding gehad in Nederland en dan gun je het ook natuurlijk Ferrari, hè. Want Formule 1 zonder Ferrari is geen Formule 1. Laten we dat ook voorop stellen. En ze zag er natuurlijk zo goed uit voor ze. Ja, die tifosi, die kregen natuurlijk wel een lepel op hun neus. Want ze wilden natuurlijk dat de Ferrari won. Ja. En dan uiteindelijk, aan het einde, dan nog zo achter een safety car, weet je wel. Het leek erop dat er nog een strijd zou komen. Ook al denk ik dat Max die achteraf wel zou hebben gewonnen met Red Bull. De strijd is eigenlijk de tifosi ontnomen. Ja, is die safety car situatie dan een beetje verkeerd aangepakt of zie je dat anders? Nou, kijk, je wil als coureur of in ieder geval de spanning wil je niet op deze manier finishen. Dat wil je natuurlijk nooit. Wat mij wel opviel, ze kreeg die auto gewoon niet weg. Dus het duurde te lang. Ja, ik zou het anders hebben gedaan. Zo snel mogelijk, hup, shovel eronder, hup, eruit. Maar aan de andere kant, die mensen daar doen ook hun best. Dus, één ding weet ik zeker is dat de Formule 1-organisatie ook niet zo'n finish wil. Dus die zullen wel hun redenen hebben gehad. Die andere Nederlander die het zo top heeft gedaan in Monza, hoe heb je daar naar zitten kijken? Ja, ik ben heel close, bevriend met Nick's vader, Hendrik Jan. En laat ik het zo zeggen, ik zag hem breken daar op de grid. Super mooi om te zien. Helemaal omdat je weet hoeveel ze ervoor hebben gevochten, wat ze ervoor hebben gedaan. Ze hebben eigenlijk alles gelaten in het leven om te zorgen dat ze dit moment zouden krijgen om het te mogen laten zien wat Nick in zijn mars had. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan wauw, wat heeft hij een visitekaartje afgegeven. En tuurlijk leefde ik mee. Eigenlijk was ik meer met Nick aan het bekijken wat hij allemaal deed en analyseren dan Max. Dat wist ik wel dat hij die zou winnen. Dus ja, als je dan in de Williams toch nog die punten haalt op die plek. En zo consistent en zo cool als hij bleef. Nou, nee. Ik denk dat hij niet alleen voor ons of voor mij, ik denk dat hij wel de hele wereld heeft bewezen dat hij daar thuis hoort. Ja. En nog meer kansen moet kunnen krijgen. Ja, gaat hij die kansen dan ook krijgen volgend jaar? Gaat hij dat stoeltje bemachtigen? Nou, het voordeel tegenwoordig binnen de Formule 1 is niet dat het alleen maar meer om geld draait. Je hebt het budgetplafond en de teams hebben in principe hun fundings en daar moeten ze mee doen. Dus ze moeten nu ook naar echte kwalitatieve rijders gaan kijken. Ja, en Nick heeft dus laten zien dat hij één van die rijders is. Dus het lijkt mij heel erg logisch dat hij meer kansen gaat krijgen. Ja, is dat dan ook weer typisch Formule 1 dat in zo'n momentopname eigenlijk, één weekend, jouw carrière kan maken of breken? Nou ja, dat is heel makkelijk. Een team moet het maximale eruit halen. Voor zichzelf ook, hè? Ik bedoel, als ze punten halen, dan dat is voor hun ook weer centjes. Er is een budgetplafond, dus het gaat niet alleen maar om rijders met geld om het te realiseren. De teams zijn nu best wel daadkrachtig in financiële middelen. Dus ja, dan wil je gewoon die coureur hebben die net dat verschil maakt. Ja, ik zal eerlijk zijn, Nick heeft dat laten zien. Dus ja, als ik een team-eigenaar of manager zou zijn, het eerste wat ik zou doen is Nick zijn telefoonnummer achterhalen. En in ieder geval zorgen dat we aan de koffie komen. En is zijn leeftijd dan geen belemmering? Hij is 27 natuurlijk. Ik denk dat dat een pre is. Weet je waarom? Hij is niet meer zo haaiig. Hij denkt tenminste na. Hij zorgt dat die auto in de finish komt. Zorgt dat hij in de punten komt. Nou ja, en dus ja, als team zijnde wil je dat. En hij kan nog wel een paar jaar mee, ja.
Ja, dan ja, hebben we even een paar weekjes rust nu. Ja. Mede door het uitvallen van de Grand Prix van Rusland. Ik denk dat ondertussen de champagne wel alvast koud wordt gezet in het Red Bull kamp, denk je niet? Koud? Ik denk dat hij gewoon bijna op barsten staat. Nee, we weten allemaal dat het kampioenschap gewoon binnen is. Wanneer denk je dat dat Japan gaat zien? Waarom? Zegt Japan. Japan is Honda. Honda heeft eigenlijk natuurlijk wel heel erg veel hieraan bijgedragen, zonder dat veel mensen dat weten. Ik zou het echt gunnen dat het in Japan gebeurt en dat het voor Honda een cadeautje is. Maar ik zou het wel fijn vinden als de andere teams weer een beetje naar voren komen. Hè. Ik vind het al super vet dat Mercedes er natuurlijk nu een beetje bij aan het komen is. Ik zou het ook fijn vinden dat er Ferrari er natuurlijk een beetje wat meer erbij komt. McLaren, Alpine. En dan krijg je een wat meer speelveld wat leuker wordt voor de kijker. Kan dat volgend seizoen nog gebeuren? Kan er zoveel gebeuren in de winterstop? Jazeker. Ja. Ik denk dat heel veel teams nu aan het leren zijn en de verschillen worden natuurlijk steeds kleiner. Al denk ik wel, als ik nu zie hoeveel rust er heerst bij Red Bull, dan zullen die voorlopig nog wel het team to beat zijn. Ja, het bruggetje wat ik dan eigenlijk na het einde van het seizoen wilde maken is dat natuurlijk ook de Dakar er weer aan zit te komen. Ja. Druk in de voorbereiding, hoe gaat dat? Ja, heel goed. Kom net uit de werkplaats, dus laat ik het zo zeggen. De auto staat klaar, de trailer staat klaar. Ik mag zo meteen weer gaan trainen, dus we hebben er heel erg veel zin in. We zijn alles rustig aan het optunen en in oktober gaan we nog even de Andalusia Rally rijden, half oktober. En dan nog de Baja van Portugal. Waarschijnlijk nog de strandrace in IJmuiden, de zevende. Dus heel veel leuke dingen. Ja, wat zijn dan de doelen voor de komende Dakar? Of is het gewoon plezier hebben, kijken hoe het gaat? Nee. Tuurlijk hebben we een doel. Top 15. Vorig jaar hebben we laten zien dat we daar thuis horen. Helaas door mijn rug konden we dat niet uiteindelijk effectueren. Maar dat is nu wel het doel.